Klaasje en De Vrij tekenen allebei een nieuw en verbeterd contract bij Feyenoord. Jan-Dirk, heb jij je plekje op de Coolsingel voor komend seizoen al gereserveerd? Dat is volkomen zinloos als de selectie niet breder en beter wordt. Dit is FC Rijnmond. Goedendag, welkom bij FC Rijnmond. Als altijd op de vrijdag en op zondag op TV Rijnmond. En je weet het inmiddels, meepraten mag via Twitter. Gebruik dan hashtag FC Rijnmond. Aan deze desk als altijd onze vaste analist op de kop. Dat is Jan-Dirk Stouten. En naast hem aangeschoven de trainer van Dordrecht, de ex-trainer. En de toekomstige trainer van Dordrecht. Dat is toch wel een tussensituatie zit je nu. Harry van den Ham, welkom. Dank je. Leuk dat je hier bent. En laten we even beginnen met de week. Want voor Dordrecht was het in playoff nieuws slecht nieuws. Uitgeschakeld tegen Eagles. Maar er komt een nieuw stadion. Dus was je er ook zo blij mee? Ja, uiteraard. Ja, want wat kan je daarmee eigenlijk komend seizoen? Dit seizoen nog niet. Nee. Of het aankomend seizoen. Maar ik denk dat het voor de club natuurlijk fantastisch is dat er een nieuw stadion komt. Maar dat betekent niet dat er nu een extra potje is waardoor je meer kan op weg naar het nieuwe stadion? Dat zal waarschijnlijk het jaar erop wel zijn. Want, economisch gezien is het natuurlijk ook enorm belangrijk dat er een nieuw stadion komt. Maar ik denk dat het voor Dordrecht echt top is. Ja, we gaan met jou praten over de play-offs in de Jupiler League, maar natuurlijk ook over FC Dordrecht. Jan-Dirk, we gaan even ook over Sparta praten. Dat won gisteren met 4-2 of 2-4 moet je dan zeggen bij Helmond Sport. Heeft Sparta jou verrast? Ja, eigenlijk wel in twee opzichten. Enerzijds kun je zeggen Sparta speelde met name in de eerste helft het beste voetbal van het seizoen. Dus je kunt zeggen Sparta piekt op tijd en gaat natuurlijk ten koste van Helmond Sport door naar de finale van de play-offs. Goed verzorgd veldspel, een nieuw systeem waarin Ten Kate terugvalt op de oudere, meer ervaren spelers met een goede rol voor Brunier. Anderzijds wel in negatief opzicht, als je 3-0 voor staat en je een tegenstander zo terug laat komen in de wedstrijd, zijn ook vragen om problemen. Ja, over die vragen, over die problemen en of het wel of geen problemen zijn, gaan we vandaag verder praten in deze uitzending. We hebben straks ook nog over Feyenoord uitgebreid gesprek en over Excelsior. Maar eerst is het tijd voor de week die achter ons ligt. Ja, zo eindigde Feyenoord het seizoen nog met een mooie 0-0 overwinning op NAC Breda. Daar waren twijfels over. Maar doellijntechnologie vanaf de tribune geeft uitsluitsel. 0 goals, 3 punten, leven de koning in, leven de koning en hupsa hupsa. We hadden het graag aan onze verslaggever Dennis van Eersel voorgelegd. Die zit alleen in Malmö met Anouk, België en Litouwen. Verrassend, toch? Dennis? België had ik niet aanzien komen, maar er waren ook mensen die dat wel. Maar Litouwen zag echt niemand aankomen. Wat Dennis vast ook niet had zien aankomen, was de makkelijke overwinning van Sparta op Helmond Sport. 4-2 werd het. En verslaggever Sinclair Bisschop zag daarnaast de uitstekende invalbeurt van een talentvolle Spartaan. En dit is het moment dat Ilias Bellassani naar de kant kan gaan en Mihoun Mahi erin kan gaan komen. Pardon, wie? Mihoun Mahi. Aha, Mihoun Mahi. Lekker, aan tafel. Nummertje 27. En die Sleert kan nog aardig voetballen, ook volgens de heer Bisschop. Daar is Mahi met de vierde. Mahi, ja! Mihoun Mahi! Mihoun Mahi, onthoud die naam. Naar verluid is zijn broer Bami Mahi ook enorm goed. Logisch, ze hebben de talent geërfd van hun grootvader Nassi Mahi. Misschien zou Rijnmond eens een special over Mihoun Mahi moeten maken. Een Mihoun Mahi speciaal, zeg maar. Voelt u hem? Dat is leuk, hè? Overigens zat Mihoun Mahi waarschijnlijk niet bij de selectie van Sparta, want zijn naam heeft Sinclair gisteren niet genoemd. We hadden graag aan Dennis van Eersel gevraagd of hij Mahi ook zo'n mooie speler vindt. Maar de heer van Eersel heeft belangrijkere zaken als zijn hoofd en is in Zweden alweer aan de beurt. Rusland en Oekraïne, dat zijn allemaal stuk voor stuk goede inzendingen, goede liedjes. Ja, goede smaak heeft hij, onze Dennis. Altijd hetzelfde liedje. En wat ook goed is, dat is het trainingsveld van Sparta. Toch, Henk? Ah, oefening baart kunst. Weet ook Dennis van Eersel, onze sportvogel in Malmö. Als alles klopt, zou zelfs een dikke top 10 mogelijk zijn. Ook met deze loting? Ook met deze loting. Maar dan moet het vocaal wel beter dan gisteren. Die zenuwen moeten ze toch op een of andere manier moeten ze dat uit het systeem zien te krijgen. Het scheelde weinig of de zenuwen van Leon Flemings hadden al uit het systeem van Excelsior gelegen. Tegenvallende inkomsten maken dat het spelersbudget voor volgend jaar herzien moet worden. Dat vindt Flemings, de man die Excelsior naar een knappe 1-na-laatste plek heeft geloodst in de eerste divisie, niet zo leuk. Daar heb ik wel even heel goed naar gekeken voor mezelf, wat dat betekent. Flemings en Excelsior waren al bijna uit elkaar, maar na een goed gesprek met de directie lijkt een vroegtijdig vertrek afgewend. Heb je al een kandidaat achter de hand of is het niet zover? Nee. Zover zijn we niet. Kortom, wat ons betreft, Excelsior, 12 points. Toch al gauw 12 punten meer dan het afgelopen seizoen.
Zo, dat was een mooie week. Of je volgens je ook meegaat naar het Songfestival? Liever niet. Nee? Oh, sta je over. Even naar Excelsior. Wat is daar nou gebeurd? Want nu is de rust weer vredig. Het is allemaal weer goed. Pijs en Vree. Ja, kijk, duidelijk is dat Albert de Jong deze week een hoofdrol heeft gespeeld bij Excelsior samen met Ferry de Haan. De Jong trok naar ons toe nogal een grote broek aan. Was erg kritisch over Leon Vlemmings. De uitlating die hij een week geleden deed over een minder spelersbudget. De Jong sprak van een vertrouwensbreuk. Mijn persoonlijke vertrouwen is geschaad. Maar blijkbaar werd de soep niet zo heet gegeten als hij werd opgediend. Is de Jong toch milder gestemd geweest in het gesprek met Vlemmings, want die gaat blijven. Maar is nu weer perspectief? Ja, wat wel aardig is, gisteren heeft Excelsior de sponsors bij elkaar geroepen en daar een plan gepresenteerd, een zogenaamd participatiefonds. Fonds, een spelersfonds. Participatiefonds, ja. Maar ja, veel pees in dit woord. En voor 10.000 euro kun je als bedrijf mee gaan doen om te investeren in de huidige selectie. En mochten er spelers verkocht worden, ga je meedelen in de winst. Dat gaat om de hele selectie, maar de helft van die selectie komt vaak van Feyenoord. Dus die wordt al gehuurd dan. Ja, dus... en de laatste echte transfer die ze gedaan hebben op Woudestein is Daan Bovenberg naar FC Utrecht. Maar goed, wel goed dat Excelsior probeert een manier te vinden om geld te genereren. Ja, Harry, voordat je is dit nou iets wat tegenwoordig in de voetballerij nog een beetje geld oplevert, participatiefonds? Of denk je van nou... Volgens mij heeft het verleden niet zoveel opgeleverd. Nee. En ja, goed, ik denk dat de clubs ook wel moeten... zeker in de eerste divisie is het heel moeilijk om geld te genereren vanuit de sponsoring. Omdat je altijd in dezelfde vijver aan het vissen bent. Het is regio gebonden. Dus ja, elk nieuw initiatief wat geld oplevert is welkom. Dit is als bedrijf wel gok, hè? Want je moet tegen Pim Blokland zeggen participatiefonds en Sekou Cissé in één zin. Ja. En Pim Blokland wordt gillend wakker midden in de maar nacht. Maar dat is volgens mij altijd, in de voetballerij kan je geen geld verdienen toch bijna als eigenaar. Dan moet je gewoon maar hopen dat je ergens... Ja. Moet je Frans Verzeumen maar eens bellen. Ja, precies. Die heeft hetzelfde. Die heeft ook heel veel geld ingestopt bij Utrecht. Ja, en het verleden van Dijk bij SVV. Ja, nee, dat zijn genoeg voorbeelden. Ja. Maar goed, als u nog een sok hebt liggen, u weet, u kunt het gewoon stoppen in Excelsior mocht het nodig zijn. Wat vind je ervan? Jij oogt als een rustige trainer. Zou jij in de media Marco Bogus aanpakken als je geen spelers erbij krijgt? Wat vind je daarvan dat nee, gebeurt? Nee, absoluut niet. Dat bespreek je natuurlijk. Ja. Maar bij Marco heb ik geen klagen. Want door de jaren heen heeft hij altijd een behoorlijke selectie geformeerd. Mm-hmm. Met een heel beperkt budget. Maar ik denk dat je dat gewoon binnen kamers moet houden. En als je een signaal wil afgeven, dan moet je het denk ik niet op deze manier doen. Nee. Wat voor signaal geeft Feyenoord af met de contractverlenging van De Vrij en Klaasje om dat bruggetje maar eens te gebruiken? Ja, een heel belangrijk signaal. En zeker voor de korte termijn. Want je moet wel zien, als je deze contracten ziet, 2015 De Vrij, 16 Klaasje, die gaan nog één jaar blijven, gaan ze alsnog weg. Nou, hopelijk voor beide spelers een goed WK. Maar het is wel belangrijk dat je aan mensen in je club laat zien, in je investeerders. Maar ook vooral aan je supporters, aan potentiële nieuwe spelers. Dat je deze jongens langer aan je kunt binden. Dat de status van de club echt veranderd is ten positieve. Had jij het verwacht dat ze zouden bijtekenen gezien alle publicaties en alle meningen de afgelopen maanden? Nou, wel gehoopt. Ja. Want ik denk dat ze nog steeds door moeten ontwikkelen. En ze krijgen dus nu elke week de kans om te voetballen. En belangrijk te zijn voor Feyenoord. En ja, ze hebben ook veel aan Feyenoord te danken. Ze hebben de jeugdopleiding daar gevolgd. En als je bij een andere club gaat tekenen en waar een stapje hoger, betekent het dus niet dat je direct basisspeler bent. En op die leeftijd moet je gewoon voetballen. Maar Jan Dirk, dan denk ik, ja, is er dan wel geld om spelers te halen? Want jij zegt, ja, daar moet wel in de breedte wel bij komen. Als deze jongens een verbeterd contract krijgen en meer gaan verdienen. Dat zal toch ongetwijfeld het geval zijn? Ja, net in het nieuws een gesprek met Martin van Geel en ook op de radio dat uitgezonden van Ruud van Os. Het salarisbudget is wel gestegen in de Kuip. Er was 10, werd 11 voor dit seizoen en is voor volgend seizoen 12 miljoen aan spelersbudget. Dus daar is ruimte. Van Geel heeft aan de andere kant wel gezegd, we kunnen ons pas versterken, de selectie verbreden. Dat is noodzakelijk, weet ook Koeman. Ja, als we een speler verkopen, dan gokken ze natuurlijk vooral op Martins Indy. Ja, en dan dus Martins Indy is de man die eigenlijk dan verkocht zou moeten worden. Ja, dat is wel een tijdje duidelijker dat ze daarop speculeren, omdat die intern de makkelijkste te vervangen is. Ja, komende zondag in FC Rijnmond een uitgebreid interview met Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord. Dat maakte Jan Dirk. En daar onder andere ging het er onder andere over Martins Indy. Dan niet definitief tegen mij gezegd, ik wil weg of ik wil blijven. Hij denkt erover na om misschien een stap te maken. Nou ja, dat heeft misschien ook te maken met de positie waar Bruno speelt. Ja, dat hij zich uiteindelijk vindt dat hij centraal moet spelen. Ik vind dat uiteindelijk ook. Alleen als speler kies je het beste team. En dan kijk je wel eens minder naar persoonlijke voorkeuren. En dat is ook goed geweest. Dat is ook het beste voor het team geweest. Dus ja, mijn gevoel zegt dat misschien Bruno die stap dan wel gaat maken.
Dat zou dan het geldpotje moeten zijn waar Feyenoord dan een nieuwe speler uit kan aantrekken. Nou ja, laten we eerst vaststellen dat we hebben het over een participatiefonds. Bij Feyenoord zijn er investeerders in talentpools die nog geld krijgen. Oh ja. Als een speler als Martens Indy verkocht wordt. Ik wil daar niet helemaal duidelijk over zijn, maar het gaat volgens mij om zo'n 20% van de totale opbrengst. Dan hou je nog wel iets over in het geval van Martens Indy. Maar daar kun je dan iets voor doen. Maar dat Van Geel opnieuw geen torenhoog budget heeft om spelers te halen is duidelijk. Maar geloof Harry dat in het hele voetbal toch de spelersbudgetten langzamerhand naar beneden gaan. Dat dan spelers ook wel doorhebben dat ze minder moeten vragen. Ja, uiteindelijk wel. Het is natuurlijk van de zotte de bedragen die nu betaald worden. Het is echt ongekend. Ja, de 1,7 miljoen voor Engelaar of voor Soleimani, die zijn verleden tijd. Ja, dat wordt in Nederland zeker. Ja. In het buitenland ben ik er niet zo zeker van dat want, ja, als ze zo goed zijn, hebben ze ook keuze. Maar wat denk je dat Feyenoord nog nodig heeft om een stap te maken naar het kampioenschap? Wat is die laatste stap die ze moeten maken? Want het is een aanzet, maar ja, het is nog geen... Nou ja, goed, ik moet zeggen dat Ronald fantastisch werk heeft verricht. Met zo'n jonge selectie, uit nood geboren. Dat zie je vaak, hè. Kijk naar Utrecht dit jaar. De volgende stap is, denk ik, toch continuïteit. Dat je... links en rechts om je heen laten de topclubs heel veel punten liggen. Als je zelf constant bent, denk ik dat je heel lang meedoet. Ja, maar dat is juist het moeilijke, want juist een jonge selectie behelst vaak dat dan niemand constant is, toch? Maar aan de andere kant, deze groep heeft heel veel talent. Spelen al 2 jaar bij elkaar. En ik denk, als je de continuïteit kan waarborgen, dat je dan heel het komt. Jan-Dirk, wat komt erbij? Wat is er? Wat is er mogelijk? Want Van Geel had gezegd, ik hou de hand op de knip. Ja, maar dat blijkt ook, hè? Gezien zijn uitspraak. Alleen als die Martens Indy waar we net over spreken weggaat, kun je iets doen. Maar dat is wel het moeilijke. Want maar je enerzijds moet perspectief bieden ook aan. Enerzijds wil je aankopen doen die een directe versterking voor je eerste elftal betekenen. Maar dat is niet zo makkelijk. Als je winkelt met een lege portemonnee, dan kom je toch in de categorie Goossens en Vormer terecht. Ja, die allebei niet bewezen goeie. Hebben. Jammer, dat is wel een goede versterking. Immers heeft het redelijk gedaan. Daar verschillende meningen over. Maar ja, dat mag. Dat is mooi aan voetbal. Iedereen mag daar een mening over hebben. Maar dat Van Geel geen topaankoop gaat doen, is duidelijk. Maar een stand-in voor Pelle lijkt me wel noodzakelijk. Wil je die kunnen vervangen als hij, zoals bij Heerenveen, wat echt het breekpunt was in de afgelopen competitie. Ja, dan moet je wel een stand-in hebben die volwaardig is. Maar ik zie Harry knikken, maar ze hadden tevreden. Ze hadden Guillaume Fernandez, ze hebben Aschebar en dan hebben ze Pelle. Je hebt toch volgens mij drie stand-ins, Cissé? Maar niet het type wat Feyenoord beter maakt. En Pelle is een type spits. Hij is sterk aan de bal, kan de bal vasthouden. Hij heeft scorend vermogen, hij is gevaarlijk voor de goal. En toch wel heel erg afgestemd op zijn kwaliteit. Inspelen, bijsluiten en... Ja, als je dan een Fernandez die toch een hele andere type voetballer is, meer de diepte zoekt en individuele actie heeft. Misschien is het wel belangrijk dat je wel een stand-in hebt, ja. Want, Van Hooijdonk gaf het goed aan, vond ik. Door de onnodige gele kaart die pakte. Ja, toen die scoorde. Uiteindelijk kan je dat kampioenschap gekost hebben. Het kan gekost hebben, maar iedereen wijst naar afloop natuurlijk dat ze precies hadden en daadwerkelijk hebben ze nog een groot gat. Dat zeggen trainers ook vaak. Toch is ook wel een beetje tendens gaande. Feyenoord heeft nu alle contracten lang vastgelegd. Iedereen ligt lange tijd vast om daar in ieder geval geld uit te peuren. Maar als je dan niet je contract verlengt, dan word je op de tribune gezet. Dat is een beetje tendens in het voetbal ook. Doe je er ook mee aan meekomen het seizoen als spelers niet verlengen bij Dordt? Nee. We hebben niet de luxe dat ik dan 4 andere spelers op kan stellen. Maar ik kan wel begrijpen dat het beleid van de club is. Is een jongen die dan vrij wegloopt. Ja, moeilijk. Wat weegt zwaarder? De sportieve belangen of de financiële belangen? Het is feitelijk het enige pressiemiddel dat een club heeft in het spel met zakenwaarnemers. Dat heb ik nog wel kwijt over de verlenging van Klaasie met name. Wessel Wezenberg heeft media en als gevolg van sommige media supporters maandenlang willen laten doen geloven dat Feyenoord een volkomen ongeloofwaardige aanbieding heeft gedaan. Dat is allemaal onzin gebleken. Echt complete onzin gebleken. Of is de aanbieding omhoog gegaan de laatste weken? Ja, tuurlijk wel. Maar er zat niet een gat van tonnen ineens tussen. Dat is gewoon een spel geweest. Dat mag, dat hoort bij salarisonderhandelingen. Zeker in dat voetbal. Maar daar moet je ook wel normaal met elkaar omgaan. En zakenwaarnemers hebben daarin een heel zware verantwoordelijkheid. Het hoeft niet naar buiten te komen. Nee. Kijk, dit zijn dingen die je bespreekt intern. Ja, gelukkig komt het naar buiten, anders hebben wij niks meer te doen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar aan de andere kant... Zo gaat dat. Je gaat in gesprek met de club en dan kom je eruit of kom je er niet uit. En dan willen ze je graag hebben, dan gaan ze het salaris verhogen en dan is het klaar. En dan is het spel op de wagen. Ik wil nog even één ding met jullie bespreken, want vandaag is ook de selectie bekendgemaakt van Jong Oranje. En Cor Pot heeft daar een aantal Feyenoorders onder andere in opgeroepen. Ook een aantal regiogenoten die bij andere clubs spelen. Maar
de Feyenoorders. Ze hebben al een lang seizoen, zijn al vroeg begonnen. Omdat ze natuurlijk die voorronde van de Champions League moesten spelen, niet gehaald. Het is een lang seizoen dat dan doorgaat. Zou Koeman er blij mee zijn? Wat denk jij als trainer? Ja, aan de ene kant wel. Ze hebben een lang seizoen. Sommigen hebben op de toppen van hun tenen moeten spelen. Het is niet voor niks. Het is niet niks als je als jonge jongen gelijk in het krachtenveld zit. Dat je echt moet presteren. Want je kan voor het kampioenschap gaan. Aan de andere kant, je hebt maar één keer een eindronde die je mee kan maken. Voor sommigen misschien twee keer. Maar ja, dat is fantastisch voor de ontwikkeling van zo'n speler. Ja, maar ja. Belangrijk is wel dat als ze weer terugkomen op de club, dat ze wel voldoende rust gehad hebben. En dat je in de voorbereiding toch echt goed kijkt van waar zijn de grenzen van die jonge jongens. Ja, Koeman heeft Remo Verheijen in zijn staf. Hè. Hij wil ze allemaal 3 weken vrijgeven. En dat geldt ook voor Jong Duitsland, de eerste tegenstander op het EK. Die hebben dezelfde problematiek. Dus dit hoort bij het volwassen worden van deze jongens volgens mij. Ja, ze dus veel wedstrijden spelen, ervaren. Ja, niet te veel zoeken naar problemen nu. Oké, nee, doe ik niet. Weet je, ik weet het al, glas is al vol, hè, heb ik geleerd van jou het afgelopen jaar zelfs, weer. Ja, precies. Ja, dus je moet als club ontzettend blij zijn dat je hofleverancier bent van Jong Oranje. Terwijl je ook al hofleverancier bent van het grote Oranje. Nee, ja, zwaar. Dat betekent dus dat je aardig aan de weg timmert als Feyenoord zijn. Deze woorden sluiten we het blokje Feyenoord af. Gaan we praten over Sparta. Dat speelde dus gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Dat was tegen Helmond Sport. Ze wonnen met 2-4. Maar na afloop waren er toch gemengde gevoelens. Er valt bij de spelers van Sparta nauwelijks een glimlach te ontdekken na de 4-2 uitzegen tegen Helmond Sport. Dat komt vooral door de twee late tegentreffers, waardoor de 3-0 voorsprong bijna ongedaan werd gemaakt. Pas in de blessuretijd zette Mimoun Mahi de marge weer op 2. De eerste helft was eigenlijk gewoon genieten. Het was fantastisch. Maar ja, ik zit hier toch een klein beetje met een zure nasmaak. Want je kan hier ook gewoon 6 maken of 7. Ja, dat is wel jammer. Alleen, het is in principe wel een prima resultaat. Ja. Bij Henk ten Katen zijn geen gemengde gevoelens. De trainer is gewoon boos. We hebben geen bal meer vastgehouden. God. Eén peukie en een goede grap verder legt hij uit waar hij ontevreden over is. Vanwege een gebrek aan discipline, tactische discipline. Maken we het onszelf onnodig moeilijk en wordt het maar 2-4. Terwijl de uitslag veel hoger had moeten zijn. En dan heb ik het niet over het missen van kansen, want dat hoort bij voetbal, dat is inherent aan voetbal. Maar als je afspraken maakt ten aanzien van de tactische discipline, dan moet je die wel nakomen. En blijven nakomen, 90 minuten lang. En daar hebben we in gefaald, vind ik. Een uur lang was het echt goed, ik denk heel goed. Wat ik begrepen heb. Het beste wat Sparta dit seizoen heeft laten zien. Maar ik vind dat we nog beter kunnen. Door de 4-2 zegen lijkt de return zondag een formaliteit. Al is niet iedereen gerust op een goede afloop. Dat is het enige wat je vandaag kan verwijten. Dat je dat eigenlijk had kunnen uitsluiten door gewoon 5-6 goals te maken. En dat ze dan naar Rotterdam gekomen waren met het idee van ja, we gaan deze zondag nog een balletje spelen. Maar voor de rest gaat het nergens meer om. En dat is jammer. Mocht het zo zijn dat je de pech hebt dat je snel tegen een achterstand oploopt zondag. Dan komt de druk bij ons op de ploeg te staan. En wat die druk gedaan heeft met dit elftal, is denk ik het afgelopen seizoen al duidelijk geweest. En met name dan in die thuiswedstrijden. Dus ja, ik ben er niet helemaal gerust op. Ja, Henk, is er niet gerust op, Harry? Nee, dat zou ik ook niet zijn. Nee? Nee, kijk, als je één keer de kans had gehad om het in een uitwedstrijd gelijk klaar te maken, was het gisteren wel. Het was echt de beste 60 minuten die ze dit seizoen gespeeld hebben. Ja. Dan zie je het ook dat zelfs een gelouterde coach als Henk toch tijd nodig heeft om zijn spelersgroep goed te leren kennen, ook in mentaal opzicht. Hij heeft niet voor niks het systeem veranderd en andere jongens in het veld gebracht. Maar als je zoveel kansen mist, ja, dat is ook een kwaliteit. Ja. En hij gaf ook al aan van, ja, als je straks begint, je komt heel snel 1-0 achter, dan komt de druk op. En druk doet gekke dingen met mensen. Maar ja, Henk heeft zelf zijn voorhoede gewisseld. Nou, wat ik wel goed vind, is dat ten Katen wel kritisch is na een overwinning. Ja. Hè? Je kent ook tal van trainers. Vonk was zo'n trainer, die ging dan vooral de positieve dingen benadrukken. Die voelde zich snel aangevallen in media. Je ziet hier wel de ervaring van ten Katen, die benadrukt, ook omdat hij echt boos is, maar ook omdat hij weet, zo werkt het naar deze groep toe. Benadrukt wel de dingen die niet goed zijn gegaan. Om die jongens wel gewoon bij de les te houden en ze niet met het hoofd in de wolken te laten lopen. Trainers dan, doen dat de lat hoger leggen. Ja, dat vind ik wel goed. Je moet wel gewoon duidelijk maken. Natuurlijk zijn we blij met het resultaat, maar dit was bij lange na niet volmaakt. Ja, maar Henk benoemt gewoon wat het is. En ik denk dat hij ook heel veel duidelijkheid heeft gegeven naar zijn spelersgroep toe. Ja. En als hij praat over tactische discipline, dan zullen er jongens zijn die daarin in verzaakt hebben. En dat benoemt hij. En helemaal terecht.
Harry, ik ga toch even terug naar dit seizoen waar jij trainer was van Dordrecht. Jij was daar pro-deo trainer. Gezien de situatie met Theo Bos heb jij daar mooi werk verricht. Op een gegeven moment heb je gekozen voor je eigen zaak. Maar toen jij wegging, toen stond Dordt er fantastisch voor. Ja. Heb jij je niet kapot geërgerd die tweede competitiehelft? Ja, ik weet je, het is moeilijk. Hè? Er is een collega-trainer die is daar, die heeft het overgenomen. En dat er gaat... Maar twee collega-trainers. Ja, ik denk dat het enorm belangrijk is wie er voor de groep staat. En de duidelijkheid die je geeft in de manier van spelen. Ik had begrepen dat Gert het systeem niet zou veranderen. Mm-hmm. Dus is het gewoon anders gaan voetballen. En iedere trainer heeft zijn eigen identiteit. Dus ja. De trainingen zijn anders. En ja, als je dan een eerste helft van het seizoen hebt gehad waar alles klikte. De manier van spelen, de omgang met elkaar, de duidelijkheid die je geeft in de manier van spelen. Ja, ik vond het... Ik heb dat ook later met een aantal spelers gesproken. Wat is het nou? Maar heb je zelf maximaal gegeven? En ik heb daar met Mark ook over zitten bomen van hoe kan dat nou? Maar je hebt ook constant de spelersgroep een excuus gegeven van... ja, jongens, we zitten dit hele seizoen al in een achtbaan en de emotie. En met Theo was het natuurlijk verschrikkelijk. En we hebben de vierde nieuwe trainer al. Maar ondertussen geef je dus die groep excuses om niet maximaal te presteren. Of te laten presteren. En... ja, welke oorzaak dat nou geweest is, is ja. Kun jij wel goed met Marco Bogers werken? Want een paar weken geleden was Gert Kruijs hier, die toch doorschemeren. Het was eigenlijk heel duidelijk van ja, Bogers is wel een erg bepalende factor. Ervaar je dat ook zo of kun jij wel in alle vrijheid functioneren aan de Nee, weet je, ik heb dat ook vernomen en daar heb ik me echt over verbaasd. En ook over geërgerd, weet je. Kijk, als er één bevlogen en gepassioneerd is dat Marco Bogers. En tuurlijk is hij is de technisch directeur. Maar staat dat dan door bemoeizigd of is het dan gewoon goed zoals het gaat? Dat is ook echt belangstelling. Moet je daarmee om kunnen gaan ook misschien? Ja, ik heb Marco al 25 jaar. Ja. En Marco gaat niet tegen mij zeggen van je moet die 11 opstellen. Dan zou ik zeggen van Marco, ga lekker op mijn stoeltje zitten. Maar had je die getekend nu voor komend seizoen? Nee, natuurlijk niet. Maar denk je dat alle collega-trainers die daar gewerkt hebben, Theo Bos en Henny Lee en noem maar op, Gertje Kuijs en Dat die dan bij Dordrecht werkzaam zouden zijn, dat Marco dat bepaalt. Marco is gewoon dominant aanwezig, maar wel in een zeer positieve manier. En hij is ook zeer erg betrokken met het eerste elftal. Het is iets te veel bogus. Ja, ik moet even zeggen. Ja, nee, maar goed. Nee, maar is goed. Ik wil vroeger ook bewust naar. Nou, ik wil daar gewoon duidelijk over zijn. Dat het gewoon absoluut niet zo is. Nee, we krijgen in ieder geval geen boze tweets. Dat komt helemaal goed. En dan nog eventjes wat andere zaken. Wat wil jij komend seizoen bereiken met Dordrecht? Want je hebt vorig jaar natuurlijk wel een soort van iets neergezet. Toen jij bijtekende bij Dordrecht, zei je zelf net al op Twitter. Ja, er zijn de mensen die zeggen, we gaan kampioen worden. Ja, dat is van zotte natuurlijk. Want we hebben het meest beperkte budget van uitbetaald voetbal. Ja. Maar het is wel... Ik ben niet een toeristentrainer. Dan bedoel ik mee dat je... Het is zo vrijblijvend als je aangeeft van... Nou, weet je, als ze maar het linkerrijtje komen, dan is het goed. En nee. Dus, doelstelling... Ja, de doelstelling wat ik mij moet betreft... van de regie, dus oké, je moet afronden. De bedoeling is dat bij trachten, om toch wel bij de bovenste 7 te draaien. Lijkt me een mooie doelstelling. Kom je snel terug komend seizoen? Absoluut. Bij deze afgesproken, dankjewel Jan-Dirk. Ik zie jou volgende week hopelijk nog ergens. U zien we hopelijk ook komende zondag. Want komende zondag is er weer een nieuwe FC Rijnmond met Rob Jacobs. En als Sparta doorgaat gaan we nog lekker ook een weekje door. Dus hopelijk tot volgende week ook weer. Tot dan!